Dirt.
eeuwen geleden voor gekozen om op tweede kerstdag niet nog een deel te lezen uit het Lucas Evangelie, bijvoorbeeld over de herders, of om het kerstevangelie te lezen van Matthäus. Maar de kerk heeft er toen voor gekozen in grote wijsheid om de eerste martelaar van de kerk, Stefanus, op die tweede kerstdag te gedenken. Want de kerk wil zo aangeven dat Christus niet geboren is om ons een romantisch kerstfeest te schenken. Met sfeervolle elementen als een kribbe en de stal, de sterren, de hemel. Dat hoort er allemaal bij, want dat heeft ook een hele diepe boodschap. Maar op de eerste plaats is Christus geboren om redding te brengen in die oerstrijd tussen licht en duister. Die oerstrijd, die kosmische strijd. De engel Gabriel had daarom reeds bij de aankondiging aan Maria die naam genoemd. Gij zult hem Jezus noemen. En die naam betekent in het Hebreeuws God redt. Dit kind draagt in zich de vervulling van Gods eerste scheppingswoorden: er zij licht. Daarom dat de filosofische evangelist, apostel Johannes, Jezus geboorte weergeeft als een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping die de oerstrijd tussen licht en duister, tussen goed en kwaad, die de eerste schepping zo beheerst en die verzoening zal brengen door het mysterie van het kruis. Daarom dat Johannes dan schrijft: in den beginne was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Dat was in den beginne bij God. Alles is door hem geworden. En zonder het woord is niets geworden van wat geworden is. Het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Hij was in de wereld was door hem geworden, en toch erkende de wereld hem niet. En het woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de eerstgeborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Dat is een deel uit het proloog van Johannes, het eerste hoofdstuk van het Johannes-evangelie. Eigenlijk wordt dit mysterie van de oerstrijd tussen licht en duister, waar Christus de geboorte is, de komst van het licht, dat het duister zal terugdringen en overwinnen. Dit is heel pakkend weergegeven in een kerstliedje dat heel eenvoudig is, maar schijnbedriegt. In alle eenvoud is het een heel diep theologisch gelovig kerstlied. En het is een van de eerste kerstliederen die we leren. Het is denk ik, voor zover ik me kan herinneren, het eerste kerstliedje dat ik geleerd heb. Ik was op de kleuterschool en ik weet, dit is wat wij zongen op de kleuterschool. En in grote wijsheid heeft de dichter van het lied gezien, we moeten de kinderen al en iedereen, of ze kunnen lezen of niet als volwassenen, want deze liederen die zijn in de middeleeuwen, toen 90% van de mensen zo arm was dat ze niet konden lezen, onder armoede leefden. En toch, deze dichter heeft gedacht, men moet beseffen dat de geboorte van Jezus te maken heeft met die strijd tussen licht en duister. Met de overwinning die begint reeds met de geboorte. En dat is dat liedje: er is een kinderke geboren op aarde. Je kent het allemaal. En dan die tweede strofe: kwam op de aarde en had er geen huis. Kwam op de aarde en had er geen huis. Kwam kwam op de aarde.
zelfzuchtig is en negatief. Het duistere dat onwaarachtig is en misleidt. Verzoenen en overwinnen door de goddelijke barmhartigheid van het kruis. Daar aan het kruis geschiedt het mysterie dat wij nooit geheel zullen kunnen omvatten of doorvorsen. Maar wat wel duidelijk is, is dat God mensen zoekt die deel willen zijn van dat licht van de geboorte en van het geheim van het kruis. Mensen die niet alleen bewonderaars zijn van zijn zoon, die alleen maar de sfeer van kerstmis willen hebben. Een sfeer van lichtjes en van lekker eten, een sfeer van eventjes lief doen. Maar eventjes lief doen, op zijn Surinaamse zegt, breng moesje niet naar Parijs. Is niet voldoende. God zoekt mensen die zelf in beweging komen door de woorden die Jezus zal spreken als een volwassen man. Als onze verlosser. God wil mensen die zich laten raken. En die dan medestanders worden van Christus. Die gaan leven vanuit zijn woorden. Vanuit zijn aanwezigheid in het gebed. Mensen van geloof. Die in de sacramenten telkens Christus zoeken als de leidsman. En zijn woord en sacramenten als geestelijk voedsel koesteren. Zo'n persoon was de heilige van vandaag, de heilige Stefanus. Hij was een van de 7 eerste diakens van de kerk. Een man vol liefde, een diep geloof en vol overtuiging dat God ons in Christus nieuw leven schenkt. Dat Christus de vervulling is van alles wat God in voorafgaande eeuwen gedaan had en waarover hij gesproken had door de profeten. Stefanus is een medestander van Christus, volgt Christus en begint zelfs op Christus te lijken. Wanneer hij wreed gestenigd wordt, begint hij niet de mensen te vervloeken. Jullie gaan zien wat God met jullie gaat doen. Nee, het duister beheerst Stefanus niet. Hij wordt niet beheerst door haat, zelfs niet door geweld dat om hem heen is. Hij wordt beheerst door de liefde van Christus zijn Heer. Hij wordt beheerst door het voorbeeld, de gezindheid, die was in Christus Jezus, zou Paulus zeggen. En daarom, hij volgt zijn Heer na. En beantwoordt het geweld van zijn tegenstanders met liefde en vergeving. Heer, reken hun deze zonde niet toe, niet aan. En zo wordt hij een kind van het licht. En dat is wat wij geroepen zijn te zijn. Kinderen van het licht. Mensen die Christus het licht toebehoren. Mensen die kiezen om vanuit zijn levenshouding en vanuit zijn woorden en daden mensen te zijn die zo de kant kiezen van de zwakkeren. Van hen die verdrukt worden. Mensen te zijn die een gevoelig oog houden voor verborgen eenzaamheid in onze omgeving, of voor lijden in de wereld of in de samenleving. Dat wij mensen worden die spreken als mensenrechten worden geschonden, want dan openbaart zich het duister in deze wereld opnieuw. Je hoeft de kranten maar door te lezen of goed om je heen te kijken, om te merken hoezeer het duister zich nog steeds verzet. Hoezeer het duister nog steeds tracht om mensen mee te sleuren met het duister. Maar onze hoop en ons geloof overtuiging vinden wij in de woorden van Christus. De woorden van wat Johannes schrijft in zijn evangelie aan het begin. Christus kwam in het zijne, maar de zijne aanvaarden hem niet, maar aan allen die hem wel aanvaarden, en hen die in zijn naam geloven, geeft hij het vermogen om kinderen van God te worden. Stefanus was een van die talrijke kinderen van God, die Christus in hun hart insluiten, bij hem kracht vinden, maar ook zijn woorden steeds meer zich eigen maken. En hun leven steeds meer daarop gaan richten. Weet u, zoals bloemen zich richten naar het licht? Dat wel eens, je zeker wel gezien, soms thuis
Een bloem, een plant die een beetje in de schaduw staat, die begint zich dan te richten naar het raam toe, naar het licht toe. Mogen dat een beeld zijn voor onze roeping. Dat wij net als Stefanus ons richten naar Christus het licht, door hem gevormd worden, bij hem hoop vinden en kracht in de moeilijkere tijden. En mogen hij zijn licht in ons steeds meer doen stralen. Dat wij daardoor steeds meer Christus navolgen, tot we eens van hem vereerd mogen zijn in de hemel.